Hier zitten we. Koenen, jongens. Ja. Ik ben bang dat je net gaat, hoor. Zo, liefie. Een hele goede morgen, jongens. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en we zijn hier heerlijk op vakantie bij Landal in Witteveen in Drenthe tussen de koeien. Want kijk, daar zien we de koeien al in de wei staan. We zijn vanochtend lekker wakker geworden. Ontbijtje hebben ze vanochtend gebracht. Heerlijk. Alles lekker op tafel gezet. Kinderen zitten aan het ontbijt. Dus ik ga eens heel even kijken of ze al lekker aan het eten zijn. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's. Familievloggers, dat had ik volgens mij al gezegd. Maar we zijn lekker aan het ontbijten. Kijk jongens, het is op vakantie. 8:10 is bij ons uitslapen, jongens. Nou, het ritme erin. Maar wat hebben we toch weer een heerlijk ontbijtje gekregen. Ja. Kijk dan wat er allemaal op tafel staat. Ik heb zelf gesneden, mama. Super lekker. Goed zo, schatje. Heel goed. Hey, mama, dit? Oh, wil je een lekker toetje, Lusjes? Hier ook een lekker broodje. Lusjes, nou, we gaan even lekker het ontbijtje opeten. Kijk. En dan hebben we vandaag weer een prachtig mooie dag op dit super mooie park. Want we gaan vandaag... En die klok is ook super leuk. De klok. Ja, de klok. Ze vindt de klok superleuk. Ja. Dit is namelijk op de muur getekend. Het is niet echt, zeg maar. Het is inderdaad wel superleuk, Luxie. Weten jullie wat we vandaag gaan doen? Nee. Wij gaan vandaag de nieuwe speelboerderij ontdekken. Dus dat is superleuk. Ze hebben een hele leuke speelboerderij. Dus het maakt niet uit of het een beetje miezert buiten. Want we hebben vandaag heel leuk alles te beleven in de boerderij. Nou jongens, dit is het huisje waar we heerlijk hebben geslapen vannacht. En in de wei, Luusjes, zijn de koeien al wakker. Kijk, daarachter zien we de koeien. Zie je dat? Er is ook zo'n wandelpad, zie je? Ja, ik zag het ook daarachter. Leuk hè? Nee, je moet wel uitkijken met het raam. Kijk, wat staat daar? Oh. Pas op. Het is schrikkeldraad. Daar moet Luusjes niet aankomen, nee. Nou jongens, dan gaan wij op naar de speelboerderij. Dan laten we het huisje achter ons. En dan gaan we op zoek waar we vandaag lekker gaan spelen. Ja. Ik zag samen met Lux een hele grote vogel in de lucht. Echt waar? Met een puntige snuit en hele dikke vliegen. Oeh, een struisvogel. Nee, dat kan niet. Ooievaar? Een ooievaar. Een adelaar. Noem het wel. Wel iets, zoiets. Een adelaar. Zoiets? Wel was een beetje... Hij was bruin. Bruin? Had hij een scherpe neus? Hele dunne neus? Of een... Zo. Dan was het misschien wel een adelaar. Je zoekt misschien wel muisjes in het grasveld. Maar dat kan. Adelaars komen hier toch niet voor? Jawel, adelaars komen hier ook voor. Oh, en helemaal hier in de open velden. Alarm erop, jongens. Ja, alarm erop. Nou, en dan gaan we op zoek naar de speelboerderij. Ja, we zitten een beetje aan het einde van het park. We laten de auto staan. En we gaan lekker met de benenwagen. Op zoek naar... De indoor speelboerderij. We moeten die kant op. Voor mij zijn we bijna bij de boerderij aangekomen. Hier gaan we naar binnen toe. Als het goed is, is dit de ingang. Goed zo, Lusjes. Zij vindt het zo leuk om met Woezel en Pip te wandelen. We gaan hier naar binnen. Voetjes vegen. Op de mat. Hoppatee. Och, kijk jongens. Dit ziet er wel heel mooi uit. Goedemorgen. Hallo. Wauw. Dat ziet er mooi uit. Dan kun je spelen, hè? Ja. Ja, het ruikt inderdaad helemaal nieuw. Net geopend. Mooi. Kijk jongens, even een overviewtje van hoe het eruit ziet. Kijk, hier hebben we een heel restaurant gebeuren. Er zit nu nog niemand, maar kijk. Mooi, hè? Ja, en daar kan je spelen. Volgens mij is dit een soort atelier of zo, denk ik, hè? Ah, kijk. Atelier, hallo. Dat ziet er mooi uit. Zie je dat, Liesjes? Met zelfs een podium erbij. Wauw, leuk. Ja, kun je hier de schoenen lekker neerzetten. Hier hebben we ook nog een fun bowl staat er. Kijk, supergezellig. Leuk, hè? Ja, dit is fun bowl. Dat is een iets wat kleiner tussen kegelen en bowlen in, zei ze. Kijk, jongens, dit is een mooie indoor speeltuin. Wauw. Even kijken jongens, hoe dit er allemaal uitziet. Kijk, en hierboven. Leuk.
mooi. Eens even kijken hoor. Oh, ja, oh, die is inderdaad heel stijl. Oh, jongens. Dit is een kindergedeelte voor de leeftijd van Lusje. Lusje is een baby. Hier zitten we. Dit is de nieuwe indoor speeltuin. En die mogen we als eerste gaan uittesten. Superleuk. Kun je heel leuk spelen. We hebben een leuk schommeltje. En hier kun je opklimmen. Van de glijbaan. Ja, van de glijbaan. En hier kan je klimmen. Ja, dat kan ook. En Luxie die komt hier boven al. Hallo Luxie. Ik ga van de glijbaan. Ja, dat is goed. Oh, voorzichtig Siel. Oh, ga jij eens. Kijk maar, dit is schommel. Ja. Ja. Hoe ga je naar boven? Oké, hier klim je naar boven toe. Ja. Wil je op mijn schat? Woehoe! Ja, kom maar, Lusjes. Kom, zullen wij op de schot? Lucilla die heeft een klimband gevonden. Hallo, Luxie. Dan gaan we van beneden naar boven toe. Want kijk, hier hebben we ook nog een heel speelgedeelte. Mooi ziet het eruit. Ja? Heel leuk. Hey Lusjes. Hey. Daar gaat hij. Gaan jullie wel achterna? Waar ga je naartoe, Luxie? Ik ga hier, daar is het met boven. Luxie gaat hier door. Heel verder door. Oh. Hoe gaan we heen, Luxie? Oh, kijk eens daar. Daar helemaal, ja. Oh, hierheen. Hier langs. Dat is glimmig heel mooi, hè? Dat het nog helemaal nieuw is, jongens. Dit is pas open. Sinds september, zeiden ze. En de officiële opening die moet nog komen. Dus het is wel heel leuk dat we dit als eerste mogen uittesten. Oh, het is wel heel piepelig brugje, dit. Oh. Ja, goed vasthouden. Het is wel... Zelfs mama vindt het piepelig. Ja, mama komt jullie achterna. En dan komen we hieruit. Luxie die gaat hier naar beneden toe. Deze had ik net geraakt. Ja, nu gaan we die kant op. Ik zit ook nog hierheen. Zie je beneden? Ja, dag. Okay. Wij gaan hier naar deze glijbaan. Je weet niet hoe die gaat, want je ziet helemaal niks. Okay. Nou, daar gaat hij. 1, 2. Woe! Ja, je mag. Kijk, hier ging we even af. Ja, je kreeg een stroomschok. Hij is heel leuk, jongens. Deze is super leuk. Wij hebben het hele parcoursje daar gedaan. Met de glijbaan weer naar beneden. Maar de jongens die zijn hier een potje aan het voetballen. Want dat kan ook. Kijk dan, Lusjes. Heb jij een echt doel, hé? Ga jij je voetballen? Ah, kleine voetballer in het dop. Kleine voetballer in het dop is het. Oh! Hij is echt een keeper. Hij is echt een keeper, ja. Pak de bal, jongen. Ja, schop hem maar naar Luan. In het goal van Luan. 1, 2. Goed zo. Oh, nee, hoor. Oh! Dat is nog goed ook nog. De zusjes tegen de broers, jongens. Schop hem in het doel, Lusjes. Zet hem op. Ja, ja, ja. Het wordt nog een spannend potje, jongens. Het wordt nog een spannend potje. Ja, gaat Luan schieten. Oh, goed zo, Luxie. Hey, Luxie had hem wel goed tegengehouden, hoor. Ja, oh, daar gaat Lusjes weer. Daar gaat Lusjes weer. Oké, moest. Wordt hem hoor, dit wordt hem. En oeh, jammer. Ja, oh, bijna Lusjes. En oeh. Oh, waar gaat de bal allemaal heen? Waar gaat de bal? Oh.
Ja, ik zie knuffel en ballen. Leuk. Wil je spelen? Wil je spelen? Wow, dat is Jessie, Biep. Wat alles nieuws wilt, hè? Is dit een tattoo? Een sticker uitzoeken? Of een tattoo? Is het tattoo ook? Nee, nee. Nou, we gaan ons hier op en top van maken. Kijk eens, mooie pompoenen, jongens. Wat gaan we doen? Pompoenen uitrollen. Nu moeten we een deksel maken. Oh, die stuk moeten we zo afsnijden. Die moeten we afsnijden. En heel belangrijk is dat we schuin gaan snijden. En gaan we zagen. Zo. Nou. Luan die heeft al echt spierballen. Dus die kan dat helemaal zelf uitsnijden, hè, jongen. Ja. Kijk. Goed zo. Voor jou. Ik heb hem al open. Zal ik haar open? Ja. Ik zal het doen. Zo. Heerlijk, super lang. Je hebt hier nog wat. En daar maken we soep van straks. Ja. Goed boeren. Ja, soepje voor ballen. Ja, oh, mama. Ja, monkey zie, monkey. Kijk, hier, monkey. Gaan we alles wat in de poot zit, gaan we eruit halen. Wil je vieze handen? Oké, dat is goed. Dan zal ik even jouw motorstof kopen. Ja. Zo. 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 Mag je alles eruit zien? Ben je zo? Lekker? Ja. Bijna. Ja. Goed gedaan, maar kijk, dat zit al bijna goed. Komt jij de hoest verbonden? Ja. Oh. Zo'n mooie pompoen hoor. Ja. Dan gaan we dit met een mesje, makkelijk. Kunnen we het er zo afsnijden? Ja. En dan mag je met je handen mag je er alles uithalen. Ik zet hier wel even neer. Dat is lekker. Lekker met chocolademelk. Goed zo. Ja, ik heb het in mijn handen. Heel goed. Ja. Dat is makkelijk, toch? 1, 2. We kunnen straks gewoon weer handen wassen. Hoppa. Het is perfect weer ook, hè? Het is buiten zo grauw. Ja. Hè? Dan gaat straks daar een vaccinelichtje branden en dat verwarmt het weer een beetje. Oké, eens kijken. Op je schepje. En hoppa! Wauw, Lysius. Mooi, jongen. Nog even de helft. Ah, je doet het al een paar jaar, hè? Hey. Dusjes, ik krijg gelukkig nog hulp. En Lux, ik krijg ook hulp, hè, mama? Schrikje. En hoppatee! Goed hoor. Dat is heel graag. Ja. Stuk of 50? 50 pompoenen, respect hè. Hij is bijna helemaal uit. Ja, 1, 2. Goed zo. Kijk dan. Hij is helemaal rond. Kom binnen. Toen je net een man. Maar deze. Kost het goed, man. Zullen jij het ook al helemaal leeg? Even tijd voor warme chocolade, man. Luc zit er ook al. Helemaal leeg met hulp van mama. Ja, Luan. Kijk, hier is onze tien. Kijk. Ja, helemaal op zichzelf hoor. Jongen, wauw. Nou, maak jij een happy smile? En jij maakt een clown van, of niet? Zo, dan maak je een mooie clown. En Luxie, maak jij een mooie smiley? Goed zo. Oh, wow. Met wimpertjes. Ja, tuurlijk. Met de mascara, straks een beetje dan. En Lucius, moet jouw smiley ook mooi, jongen? Ja, hè? Wauw, hè? Gelukkig doe je dit heel vaak niet, hè? Ja. Hey, Luan, Lisa was ook bij jouw kinderfeestje. Ja, bij het Low, hè? Ja, bij het Low met Melissa. Wat leuk, joh, je hier weer te zien. Jongen, hè? Wij maken dus heel een hartje. Hartjes ogen. Oh, ja, en dan met een mondje en dan steekt ze tong uit. En ook met een lippenstift, een mascara? Maar dat kan niet. Oh, alles kan. Ja, je kunt lippen maken. Oh, alles kan. Dit alles kan. Oh, ja. Nou, Lucy heeft toch een keer de hand. Laat eens zien, laat eens kijken. Tik. Wow. Kom eens! Lucy is net los. Kom maar, oh, dat doen we nog in de soep. Ja, goed zo. Ja, lekker eten vanavond. Heerlijk, weten ja. De kinderen nog niet, maar het wordt gewoon. We eten vanavond pompoenensoep. Ja, pompoenensoep is heel gezond. Daar word je heel slim van. Laten we die weg voor je als je pompoen bent. Gaan we nog eentje doen? Die opeten. Deze. Lucy is even eten. Mooi jongen, hè? Dat is lekker. Twee
Kijk. Ja, hij ziet het natuurlijk van Lucilla, hij ziet het van grote zus Luxie, grote broer Luo. Ja. Kijk, dit is een voorkant. Ja? Oh, dat was ik wel een hartje. Nee, ik ben niet van de hartje. Ja, zo. Ja. En dat dacht ik dan te zien. Oh, mooi. Jon heeft wimpertjes. Wauw. En de achterkant, wil je in de achterkant ook nog wat? Nee? Ja, dat hadden we zo. Heel mooi hoor. Beetje mascara en lippenstift erop. Dat is wel belangrijk toch? Oh ja. Zou jij mee in proeven? Ja, nee. Zeg je dat? Doe maar op. Zo? Ja. Zet jij mee? Oh. Ja, die brandt uren. Ziet er heel dik wat zien erin. Ja. Wauw. Hier gaan we vanavond bij het huisje aan doen. Als een mooie lantaarn. Hè? Ja. Hier is het heel belicht, hoor. Waar is mijn dekstukje daar? Ik heb ook één. Ja. Zo. Wauw, heel mooi hartje. Dat is wel, hè? Ja, maar sorry, de man zo. Dit is een smiley ook. Precies. Smiley lijkt me ook. Heel mooi. Dat is weer mijn massa. Met pompoenoes. Ja. Je hebt wel een hè? Ja. En al dat spelen binnen is het toch best even lekker om een rondje te gaan motorbiken. Het is ook niet koud. Nee. Even kijken bij de fietsenverhuur. We zijn bij de fietsenverhuur, jongens. Dus even kijken wat voor fietsjes er in aanbieding zijn. Kijk, genoeg keuze. Nou, Lucie is wel een fietsje, maar ik ben bang dat hij net niet goed kan trappen. Moet hij nog ietsje groter groeien, jongen. Dan kan je ook op de fiets. Luxie heeft een fietsje wat er goed past. Toppie, Luxie. Oh, jongens, wij zijn weer uitgekomen. Hier. We gaan, in ieder geval, niet we, Luan, Lucilla, Luxie, die gaan mountainbiken. En je hebt hier een heel parcours. Het is wel een beetje glibberig en modderig. Ja. Dat is wel echt een mountainbike parcours, zie je dat? Ja. Oh, Lucilla. Oh, trappen, 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 trappen. Precies in de modderplas. Daar gaat Luxie. Goed zo. En Lucilla. Oh, jee. Oh. Luan staat met een halve fiets in de modder. Oh, oh, voorzichtig. Rennen. Oké. Okay. Het heeft wel een beetje hard geregend, denk ik. Dat hier overal modder en... blubber is. Nee, ik zou niet. Ik zal via dit stukje gaan. Kijk, Luan, heel zijn fiets gaat erin. Nou jongens, dit is wel echt mountainbiken op een top. Het is nogal glibberig, hè, met de fiets. Je hebt overal hebben we dus modderpaadjes. Ja, kom, we gaan dit rondje wel hier. Kijk, er zijn de vogeltjes. Ja. Moet je zwemmen met je fiets. Nou, daar komt Luan weer aan. Gaat hij met zijn motorbike. Ja. Oh, gaat het goed beide? Goed blijven trappen. Anders kom je vast te zitten in een modder. Ja, en daar komt Lucilla om de bocht racen. En daar komt ook Luxie aan. Goed zo, liefie. Heel goed voor jou.
dierentuin was super leuk, ook voor Luxie en Lucius. Maar Luan en Lucilla vinden vooral dit mountainbike parcours helemaal geweldig. Ook al is het modderig en ligt er veel water. Ze zijn er misschien al 3-4 keer van de baan geweest. Super leuk. Hoe vonden jullie dit, hé? Echt zo leuk! Dat was wel heel leuk! Ja, hè? Echt leuk, hè? En dan denk je, oh ik Luan, nieuwe je nieuwe broek, en mijn kerel. Nieuwe schoenen. En je nieuwe schoenen. Jas. Nou, dat wordt lekker in de wasmachine, kerel. Dat komt vanzelf wel weer goed. Ik heb nog een vakantie te gaan. Je hebt schone kleren mee. Wat met deze schoenen doen? Ja, maar dat maakt niet uit. Vond je het wel de moeite waard? Ja. Jawel, hè? Jullie zijn echt 3 keer van de baan geweest of zo, hè? Twee. Superleuk. Maar er waren wel veel plassen. Ja, wel veel plassen, ja. Ja, dat wel. Moet eens kijken, hè? Luan heeft zelfs modder. In zijn gezicht, in je haargrens. Er zit nou, zelfs een modder lekker in. Lekker douchen, echt. Lekker kom, douchen, wachten. Hè? Maar het was wel super vet. Ja. Heel erg leuk. En lekker hier in de natuur. Ja. Het is echt zo'n fijn gevoel als je zo schuin gaat. Ja, die zo. Hobbeltjes. En die hobbeltjes, oh, dat is echt zo'n lekker gevoel. Dat vind ik afwaardig. Maar dan bestuur je hem zo. Ah, oké, ja, oké. Okay. Is hier mooi aangelegd, zeg. Dusje slaat als een roosje. Kan ik jou fietsen naar zuiden? Kun jij lopen? En dan door de oerspelder. Oh ja, daar is een plas. Ondertussen ligt Lucius heerlijk lekker in dromenland, jongens. En hebben wij hier weer lekker een tafeltje met wat drinken. Want dat hebben we wel verdiend. Verdiend, ja. Nadat vele spelen en mountainbiken door de modder heen. Hey, jongens. Het was gelukkig toch? Dus, ja, wel gelukkig. Maar, lekker droog weer vandaag. Dat was niet, dus heel veel modderboeien net te fietsen. Ja, was wel een maar beetje. Het was wel leuk. Het was wel leuk. Ja. Net leuk, ik zie. Dit was het vlogje weer voor vandaag, jongens. Hopelijk vonden jullie het leuk om ons weer even mee te kijken deze vakantiedag. Doe dan heel even de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren, klik op het belletje. En we zien jullie graag morgen weer in een nieuwe vakantievlog. Doei doei! Tot morgen!